Het lijkt erop dat de saaie talkshow van Helene Hendricks niet echt in de smaak valt. Hoewel er veel kijkers zijn, zijn ze volgens Tina Nijkamp allemaal van een gevorderde leeftijd. Opvallend, niet waar? De Oranje Zondag van Helene Hendricks laat momenteel wat te wensen over. Het programma mist verrassing en scherpte. Steeds weer dezelfde gezichten zoals Rutger Kastricum, Noah Falen en Alexander Pechtel doen afbreuk aan de variatie en levendigheid die het programma nodig heeft. Het publiek lijkt te verlangen naar wat meer reuring, wat meer controverse, iets waar Wilfred Genees zo bedreven in is. Na een relatief saaie eerste aflevering volgt de afgelopen zondag opnieuw een teleurstellende uitzending. Een goed doel stond centraal, wat natuurlijk nobel is, maar eerder iets voor programma's als op één dan voor het Zes-publiek. De fans van Zes willen actie, sensatie en misschien zelfs een vleugje sensatie. Denk aan scènes waarin een zwarte man met een enorme slang uit de zee komt lopen, dat is wat hen aanspreekt. Wat vindt Tina Nijkamp hiervan? Hoeveel mensen stemden afgelopen zondag af op aflevering 2? Nou, er keken 1,2 miljoen mensen naar Miljoenenjacht, dus het is nog steeds behoorlijk populair. Daarna trok de Oranje Zomer natuurlijk ook een behoorlijk publiek. De cijfers bleven stabiel, vorige week 981.000, nu 928.000, verklaart ze in Tina's TV-update. Maar hier doemt een probleem op, die 900.000 kijkers van Helene zijn allemaal bijna bejaard, Terwijl de jongere doelgroep elders vertier zoekt. Klopt. Wat opvalt, is dat het programma behoorlijk oudere kijkers aantrekt. Slechts 13% behoort tot de jongere doelgroep van 25 tot 54 jaar, wat betekent dat Renze Klamer daar beter scoort. Echt waar? Maar Renze Klamer heeft toch niet zoveel kijkers? Nou. Qua totale kijkcijfers kan hij niet tippen aan Helene, slechts 566.000, maar in de belangrijke leeftijdsgroep van 25 tot 54 jaar doet hij het veel beter, met een score van 19%. Rensen is momenteel goed bezig, want 19% is zeker niet slecht. En hoe zit het eigenlijk met Linda en haar miljoenenjacht? Nou, ook zij verliest terrein in de commerciële doelgroep ten opzichte van haar concurrenten, want Chantal Jansen scoorde beter in dezelfde leeftijdscategorie. Dat klopt, Beat Champions had ook een hoger marktaandeel dan miljoenenjacht in die jongere doelgroep. Dit speelt zeker een rol in de lagere kijkcijfers van Helene.